naar Libanon. Israël zat achter de aanval die ervoor zorgde dat duizenden piepers van die pagers van Hezbollah-leden gisterenmiddag tegelijk ontploften in Libanon. Althans, dat schrijven Amerikaanse media zoals de New York Times en CNN op basis van Amerikaanse regeringsfunctionarissen. En Reuters meldt net, ook op basis van bronnen, dat de Mossad 5000 van die pagers zou hebben gesaboteerd op die manier. In heel Libanon is het gebeurd dat gisterenmiddag rond de 3:30 lokale tijd duizenden mensen gewond geraakt bij de ontploffing van die piepers. We zagen daar beelden van, filmpjes in winkels, bij een kassa, bij een groenteschap, maar ook op straat. Boom, opeens allerlei explosies daar. 9 doden, 2800 gewonden, waarvan enkele honderden mensen zwaar gewond. Op beelden van Al Jazeera kan je zien dat Libanese ziekenhuizen worden overspoeld met mensen die onder het bloed zitten. Maar wat is daar nou in vredesnaam gebeurd? We gaan naar onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens de Amerikaanse media, hoe zou Israël dit gedaan hebben? Wat is hier gebeurd? Ja, de Amerikaanse regeringsfunctionarissen die in Amerikaanse media gequote worden, die zeggen dat het waarschijnlijk gaat om een kleine hoeveelheid explosieven die in die pagers of piepers geplaatst zijn, al voordat ze naar Libanon geïmporteerd zijn. En dan gaat het om een maximaal 20 milligram aan explosieve stof en een kleine schakelaar daarnaast, die dan op afstand af kon gaan, waardoor zowel de batterij als die explosieve stof zou ontploffen. Ja, dus nog een bepaalde code te sturen naar die piepers zouden die dingen af zijn gegaan. Er zijn wat foto's te zien waarbij je die piepers ziet. Daar zie je een stickertje met erop Gold Apollo. Dat blijkt een Taiwanese fabrikant te zijn van die piepers. Maar zij wijzen weer naar een onderaannemer, een Europees bedrijf die dat gemaakt zou hebben. Ja, exact. Vannacht stond de politie meteen bij de oprichter van het bedrijf Gold Apollo voor de deur in Taiwan. En hij heeft inmiddels een statement uitgegeven dat deze specifieke zending van piepers niet vanuit Taiwan kwam. Ja. Maar dat die door een Europees bedrijf zijn gefabriceerd, onderaannemers. En dat het Europese bedrijf een licentie heeft om onder hun naam die piepers te produceren. Maar hij noemt er natuurlijk niet bij welk bedrijf dat was. Nee, en ik geloof dat bij Reuters noemen bijvoorbeeld het bedrijf BAC, BAC, zou de producent van die dingen zijn. Hoe gebruikt Hezbollah die piepers? Wat doen ze daarmee? Nou, die gebruiken ze met name om te communiceren met, zeg maar, middenlevel mensen in de organisatie. Omdat telefoons natuurlijk heel makkelijk traceerbaar zijn. Dus de leider van Hezbollah, Nasrallah, die had al in november aangegeven dat hij wil dat iedereen in de organisatie geen telefoons meer gebruikt. Omdat die te makkelijk te traceren zijn, zodat Israël de locaties van vechters zou weten. Ja. Dus zijn ze overgestapt op andere middelen, oudere middelen, zoals deze piepers. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een vast telefoonnetwerk en persoonlijke koeriers die heen en weer gaan tussen mensen. Dus het staat vast dat dit een behoorlijke aanslag is voor Hezbollah. Een behoorlijke klap op hun communicatiemiddelen. Ja, ladingtje onderschept dus en gesaboteerd door de Israëliërs waarschijnlijk. Israëliërs zelf zeggen niks, geloof ik. Hè? Wat zegt Hezbollah hier nu over? Nou, Hezbollah heeft meteen, of in ieder geval vrij snel, Israël natuurlijk de schuld gegeven en gezegd dat Israël gestraft zal worden. Er nog niet bij gezegd hoe of wat. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat ze nu eerst even, in ieder geval een paar dagen, zo niet een paar weken nemen om alle andere communicatiemiddelen ook te checken. Ja. Voordat ze met een eventuele tegenaanslag komen. Ja. Kan jij schetsen wat dit kan betekenen, deze, als dit is, toch een soort aanval op die toch al zeer kwetsbare situatie daar in het Midden-Oosten? Ja, het laat natuurlijk een behoorlijk kwetsbaar punt zien van Hezbollah. En laat zien ook hoe sterk Israël is en waar ze Hezbollah kunnen raken. Ja. Dus dat is een behoorlijke klap voor Hezbollah. En zal de verhouding in de regio nu ook een beetje weer op zijn kop zetten. In de zin dat het een nieuwe veiligheidsbreuk is in wat Hezbollah dacht toch een behoorlijk veilig netwerk te zijn. Hoe dat nu dus. Het zet de verhoudingen weer op scherp. Duidelijk, dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.